Toen ik begon met YouTube, had ik voor mezelf altijd een doel gesteld. Een doel dat ver weg lijkt, maar toch haalbaar is. Wanneer ik het zou halen, zou ik mijn Facebook reveal doen. Ik had binnen 9 dagen 100 abonnees en met dit tempo zou het nog steeds 2,5 jaar duren. Maar nu, minder dan 2 jaar later, ben ik hier. Ik houd me aan mijn woord. Ik ben Jantra. 10k, ja, 10.000 gek, hè, zo'n groot getal, het is gewoon duizelingwekkend. Doe dat maar na, treed maar eens in mijn voetsporen. Wat is dat gemompel, ik kan je niet goed horen. Oh ja, natuurlijk, heb je een toontje lager laten zingen. Automatisme, autotune is mijn ding, hè. Dit zoek ik eraan, hoe ik het doe en altijd blijf doen. Cause I am not going to regret autotune. Ik verander je pitch, top. Het is vreemd, kleed je er netjes op. We willen eens zonder pitch, top. Pas op, want ik stil je pit. Weet je nog, bij 5k special sneller dan Formule 1? Was op het level van een auto toen, maar ben nu sneller dan voorheen. Hey, geef het eens even een second, weet dat er niet is. Even de carrière was geweest, als je geen abonnee was gebleven, daarom dank ik jou het meest. Ze blijven kijken, blijken te liken. Kijk die cijfertjes oneindig stijgen. Blijvende en stijgende kwaliteit. Ben eigenwijs uit dezelfde kwantiteit. Op schepper ben ik wel. Flexen met het hebben van een fanbase. Echter ben ik zelf geen held. Wel de allemaal ik verander je pitch, top. Het is feest, kleed je er netjes op. We willen eens zonder pitch, top. Pas op, want ik stil je pitch.